Hi, Sjoerd van Bakshop. Vandaag laat ik jullie de Focusrite Scarlett 2i2 zien. Dit is een externe geluidskaart, oftewel een audio interface. En waar gebruik je die nou voor? Voor het opnemen van audio met je computer of je laptop. En je gebruikt hem dan om je microfoon in te voeren of je gitaar of instrument. De Focusrite Scarlett serie staat bekend om hun hoge kwaliteit van audio. Hij levert namelijk 24 bits, 96 kHz maximaal aan geluidskwaliteit. En daarmee heb je een kraakheldere geluidskwaliteit. Zoals je ziet heb ik even alle verpakkingsmaterialen aan de kant gezet. En hebben we de volledige focus op de Focusrite. De 2i2. En dat betekent twee ingangen, twee uitgangen. Nou, waar zitten die twee ingangen? Die bevinden zich aan de voorzijde van het kastje. Je hebt hier twee ingangen en die hebben elk een eigen gainregelaar. En dat is prettig, want daarmee kun je je microfoon of je instrument fijn afstellen. Je kunt kiezen tussen lijnsignaal en instrumentsignaal. En je hebt hier de beschikking over fantoomvoeding, 48 volt fantoomvoeding. En die gebruik je uiteraard wanneer je een condensatormicrofoon gebruikt. Het fijne van een interface als deze is dat er een hoofdtelefoonversterker is ingebouwd. Oftewel, je sluit je hoofdtelefoon gewoon rechtstreeks aan op de Scarlett en dan heb je een eigen volume. En daarmee kun je direct monitoren wat je aan het opnemen bent. Verder heb je een grote volumeknop en die bepaalt het uitgangsvolume van de interface. Deze Focusrite Scarlett 2i2 kun je zowel met Windows als met een Mac gebruiken. Voor Windows moet je een extra driver installeren, maar de Mac vindt hem direct. En dat gaan we eens even bekijken. Dan is het tijd dat we eens een microfoon gaan aansluiten. Ik gebruik in dit geval de Divine BM500 en dat is een condensatormicrofoon. Dus ik moet zo meteen ook de fantoomvoeding inschakelen. Als je meer wil weten over deze BM500 van Divine, dan kun je hier klikken en dan kom je op de productpagina terecht. Via een XLR-kabel sluit ik hem aan op de eerste ingang, op deze manier. En het mooie is, rond de gainregelaar, daar zit een LED-ring en die laat zien of de gain goed is. Wanneer je in het groene gebied zit, is er geen vuiltje aan de lucht en wordt die rood, dan moet je een tikkeltje terug. Nou, we gaan hem eens even kijken. Hier de fantoomvoeding. En dan zie je al meteen dat de lettering reageert. Hey, hallo, ho, hi. We gaan even het volume instellen. Ik denk dat hij zo goed is. Misschien een beetje verder. Hij was nog steeds groen. Hallo, hallo. Nu wordt hij rood. Moet ik een stukje terug. Op deze manier. Nu is die goed ingesteld en als ik nou wil luisteren wat ik zeg, oftewel de direct monitoring, ja, je gaat direct monitoren, afluisteren wat je doet, dan gebruik je nog een hoofdtelefoon. In dit geval de Divine Pro 2000. We hebben ook nieuwe hoofdtelefoons van Divine voor in de studio, de Pro 3000 en de Pro 5000. Als je daar meer over wil weten, dan klik je weer even hier en dan kom je op de productpagina terecht. Voor nu gaan we deze gewoon gebruiken. Ik plug hem in de koptelefoon, ingang, uitgang, maar net hoe je het bekijkt. En nou is één ding belangrijk, er zit een schakelaartje op, direct monitoring of on. En we moeten hem onzetten, aanzetten, want anders hoor ik mezelf alsnog niet. Dus die gaat naar rechts. En dan ben ik benieuwd of ik mezelf hoor. Hoor ik mezelf? Ja, ik hoor mezelf. Dan kunnen we nu gaan opnemen. Dus wanneer ik nu in de microfoon spreek, dan neemt hij op. Op het eerste spoor zie je dan ook een waveform ontstaan. Ja, de paarse balk die wordt steeds langer natuurlijk en daar komt een waveform in. Dat betekent dat hij opneemt via deze Divine BM500. We stoppen de opname. En zo zie je dat het opnemen met een Focusrite 2i2 kinderspel is. Maar wel met professionele geluidskwaliteit. Actieve luidspreker sluit je aan de achterzijde eenvoudig aan en je bent vertrokken. Je home studio is een feit. Wil je nou meer informatie over deze Focusrite Scarlett 2i2? Dan klik je hier of daar en dan kom je direct op de productpagina terecht. En als je dit nou een leuk filmpje vond, dan like je dat natuurlijk. En als je meer van dit soort filmpjes wil, dan kun je je abonneren op ons YouTube kanaal. Graag zie ik jullie de volgende keer.